Wij lagen laatst in bed. En dat toen... hoef je toch niet zo te vertellen, Joke, dat we samen in bed lagen. Dat snappen die mensen toch ook wel. Dat als je getrouwd bent, dan doe je dat, toch? Ja, maar wat wij in bed doen, dat is privé, Joke, van Dapperen. Oké. Nou, wij lagen dus... wij zaten dus kaarsrecht aan de keukentafel... met al onze kaleren nog aan, als het zo goed is. Ja. En toen zegt hij opeens tegen me... Wat heb jij toch aan dode haarpunten? En toen ging ik denken, maar zijn die haarpunten wel echt dood? Ja. Dus nu zijn we dus heel erg bezig met het leven en de zin van het leven en met de dood. Ja, en wat is dan levenloos, Sven? Jongens, we gaan beginnen. Ik laat jullie wat plaatjes zien. En de vraag is, leven, dood of levenloos? Dat is een steen, die is levenloos. Heeft nooit geleefd, zal nooit leven. Jammer. Dag, steen. Heel goed. Volgende. Dat is mijn zuster. Ja, daar zit geen fut in. Sloom. Ik zou zeggen levenloos. Nou, ze leeft wel, hoor. Ik heb haar wel eens horen ademen. Echt waar?